Zaterdagochtend is geweest in Miss Belgium Beauty Nele Somers in het huwelijksbootje gestapt met Philip Snelders. Nele en Philip zijn al 9 jaar een koppel en ze hebben bovendien al 2 kindjes, dochter Ella Marie en zoontje Raphaël. Nele werd in de lente van vorig jaar ten huwelijk gevraagd door Philip. Nele had het niet verwacht dat hij dat zou doen en al zeker niet na een gezellig etentje bij Sergio Herman. In de hotelkamer had Philip gezorgd voor champagne en de kamer lag volledig bedekt met rozenblaadjes. Nele kreeg het warm op het moment dat Philip op zijn knie ging zitten en de vraag stelde. Uiteraard zei Nele volmondig ja. Nu gaan we trouwen, hè? Ja, we gaan trouwen. Het huwelijk vond over 2 dagen plaats, een bewuste keuze van het koppel. Ja, dit is een beetje een oefening. Hè. Hoewel dat dit eigenlijk het meest echte is, is dit een beetje een oefening voor volgende week. Iedereen kan zo nu van de suite wel in de sfeer komen. En dan ja, volgende week ja, dan is het ook zo heel veel volk. Hè. Dus dat is groter. Dus nu kunnen we wel eens goed in intieme kring oefenen, feesten. En volgende week, ja, nog eens. Waarom ook niet? Het huwelijk werd zaterdag in het prachtige kasteel Veldwijk voltrokken. In het bijzijn van de naaste familieleden van Nele en Philip. Ook Bede Meijer was aanwezig. Zij is namelijk de vriendin van Eddy Snelders, de papa van de man van Nele. Nele Somers, wilt u Philip Snelders tot uw man nemen? Ja. Voilà, en wat eentje. Spannend, hè? Ik zou kunnen zeggen 1-0. Dat is misschien een beetje het... Dat is een evidente visie vandaag. Maar toch, alle druk, Philip, ligt nu op uw schouders. Zo, dan ga ik zo'n trommeltje zelf opgeleuken. Philip Snelders, wilt u Nele Somers tot uw vrouw nemen? Ja. Voilà. Het huwelijk was bijzonder snel voltrokken. Veel sneller dan de verloving van Nele en Philip, want dat heeft toch wel even geduurd. De ceremonie of het feit dat hij gevraagd heeft aan mij om te trouwen, ja, dat heeft wel heel lang geduurd. Maar dat is natuurlijk ook wel omdat we eerst 2 kindjes gekocht hebben en er was niet echt veel tijd om te trouwen. Maar nu, ja, voilà, nu is eindelijk, was er eens een moment om dat te doen en voilà, nu zijn we getrouwd. Hoe hebben Philip en jij elkaar leren kennen? Op school eigenlijk. Wij zaten samen met elkaar in de klas, al vanaf het eerste middelbaar. En ik moet zeggen, vanaf de eerste keer dat ik Philip zag, was ik eigenlijk op slag verliefd. Een manneke dat danste zo door de gang, op Craig David en van alles. Vond dat heel grappig. En ja, ik ben echt zo heel verliefd geworden op zijn karakter en op zijn ja, enthousiasme. Dus ja, al heel lang ken ik die. Trouwen jullie met een huwelijkscontract? Ja, absoluut. Dat is tegenwoordig is dat zo. Hè? Ik moet mijn bezittingen wel beschermen, hè. Ja, inderdaad, want daar wou ik naartoe. Heb je de kleine lettertjes allemaal goed gelezen? Ja, allee, ik ben advocaat, dus het is zeker aan mij om wat dat betreft met een voorstel te komen en de kleine lettertjes zelf te typen. Philip heeft ze gewoon moeten nalezen. Maar ja, absoluut, dat is tegenwoordig niet anders. Hè. Dat moet, hè. Moet altijd een beetje uitgaan op dat moment van het worst case scenario, een contract sluiten en hopen dat je het nooit nodig hebt. Maar dat is in alle samenwerkingen zo, dus ook in een huwelijk. Na de plechtigheid trok het koppel samen met de familie naar een gezellig terrasje in de buurt, waar er getoast werd op het huwelijk van Nele en Philip. Nadien volgde nog een feest in het bijzijn van diezelfde familieleden. Maar ook volgende week staat er nog een en ander te gebeuren. Volgende week is het eerst een viering in de kerk. En daarna is er dan een receptie en een avondfeest. Ja, er zijn wel wat genodigden, ja. Maar we hebben het ook wel klein gehouden, hoor. Maar ja, er komen toch over de hele dag verspreid toch wel 400 man, denk ik, dat we gaan zien.